CCCC-nieuws. Goedemiddag, welkom en leuk dat je luistert naar CNieuws Radio. We hebben vandaag een vol programma met onze nieuwsitems. Daphne Kroondijk gaat haar column voorlezen. We hebben een live verslag en zelfs muziek. We hebben dus veel te doen in de komende drie kwartier. Ga er lekker bij zitten, pak een kopje koffie, een kopje thee en luister lekker mee. We beginnen vandaag met een overzicht van het laatste nieuws. Het belangrijkste nieuws van vrijdag 1 november. Er is een doorbraak in het onderzoek naar mazelen. Dit mede dankzij de Nederlandse Bijbelbelt. Doordat mensen zich niet laten vaccineren, is er door onderzoekers ontdekt dat zij door mazelinfectie langdurige schade aan het afweersysteem kunnen oplopen. Daardoor zijn ze extra kwetsbaar voor andere ziekten. Afgelopen week is Kees Driehuis overleden. Hij overleed op 67-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Hij presenteerde 30 jaar lang het spelprogramma Per Seconde Wijzer. Vanwege zijn overlijden herhaalt BNNVARA morgenavond een aflevering van de strijd met Kees Driehuis. Tennister Kiki Bertens neemt na 4 jaar afscheid van haar coach Raymond Sluiter. De samenwerking van de twee stond de laatste maanden al op een lager pitje. Onder de leiding van Sluiter behaalde Kiki Bertens de halve finales op Roland Garros in 2016. En tot slot nog een bijzondere vondst in flesjes chilisaus. De politie in Australië heeft in deze flesjes maar liefst 400 kilo crystal meth gevonden. De totale straatwaarde bedraagt 185 miljoen euro. Dan over naar het weer. Vanmiddag is het erg bewolkt en valt er veel regen. Ook in de avond blijft het regenen. Het wordt gemiddeld zo'n 13 graden. 'S Avonds koelt het af naar het vriespunt en 's nachts wordt het weer 2 graden onder nul. Voor aankomend weekend wordt er ook weer neerslag verwacht en blijft het bewolkt. Wel stijgt de temperatuur naar gemiddeld een graad of 14. 'S Avonds blijft de temperatuur aangenaam. Het wordt zo'n 7 graden. De boeren gingen opnieuw naar het Malieveld om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Dit keer met meer tractoren en meer boeren dan het eerste protest. De boeren zijn het niet eens met de halvering van de veestapel. Zij zijn bang dat er straks geen toekomst meer is in de boerensector. Woensdag 16 oktober was het dan zover. Boeren uit heel het land gingen opnieuw naar Den Haag om te protesteren tegen de stikstofmaatregelen van de Tweede Kamer. De boeren reden eerst naar het RIVM om vervolgens door te rijden naar het Malieveld. Ze konden zeker rekenen op voorstanders. Ik draag die boeren een warm hart toe. En waarom? A, omdat ik vind dat er meer eerlijke concurrentie moet worden binnen de EEG. Sowieso eigenlijk ook internationaal. Maar laten we beginnen binnen de EEG. En ten tweede hebben de boeren de afgelopen jaren al heel veel aan stikstofreductie gedaan. Ten derde, als je ziet wat in landen als Polen en zelfs ons buurland Duitsland nog aan bruinkool wordt gestookt. En wat ook een enorme vervuiling geeft. Toch werd er ook gekeken naar de negatieve kant van de protesten, waaronder de bestorming van het stadhuis in Groningen. Daar was niet iedereen even enthousiast over. Binnen de perken moet blijven. Dus niet de boel gaan slopen. Het moet op een vreedzame manier blijven gaan. En ik snap best dat het af en toe eens uit de hand gaat lopen. Maar daar moeten ze echt voor waken dat ze dat niet gaan doen. Want dan ben ik ook bang dat ze de publieke opinie een beetje tegen gaan krijgen. En ik zag een trekker die door een hek heen reed. Dus, nou goed, ik denk dat dat een beetje te ver gaat. Hou je gewoon netjes een beetje aan de regels. Ik denk dat het wel impact maakt als je gewoon op een normale manier staakt. Hoef je niet de regels voor te overtreden. De Tweede Kamer heeft al voorstellen liggen om de boeren tegemoet te komen. Maar voor zover wij weten zullen ze doorgaan met de protesten tot de plannen volledig van tafel zijn. En dit item was een bijdrage van Wesley. CCCC-nieuws. We schakelen nu live over op Hanna en Sabine. Zij staan klaar op locatie om jongeren te vragen wat zij vinden van de nieuwe campagne van Rood, de jongerenorganisatie van de SP. Deze campagne wordt gekenmerkt door de slogan compensatie voor de schuldengeneratie. Hanna en Sabine, hoe is het daar? Hoi Joep, het gaat hier supergoed. We zitten hier in het gebouw van Winnesheim, het X-gebouw. Ik sta hier naast Thijs Hoek en ik heb hem gevraagd wat hij van de campagne van de SP vindt. Wat vind je ervan? Ja, het viel natuurlijk een beetje te verwachten. De SP is natuurlijk een partij die vanaf het begin van het leenstelsel al heel fel tegen is. Maar ik vond het spandoek vooral heel goed gevonden. Omdat elke student natuurlijk op die plek loopt. En iedereen krijgt dus hun boodschap en hun mening mee. Ja, super. En wat vind je er zelf van?
Ja, wat vind ik er zelf van? Kijk, ik studeer journalistiek. Ik probeer ook een beetje objectief in dit soort dingen te blijven. Maar ja, ik snap beide kanten van het verhaal. Als ik uit eigen belang even denk, is het niet ontzettend leuk. Want ja, je bouwt gewoon een flinke studieschuld op. Ik ben van plan om hierna nog een master te doen. Dus ja, als alles mee zit, ben ik 24, 25 als ik echt helemaal klaar ben met studeren. En ik wil eerlijk gezegd nog niet echt denken aan het aantal nullen wat ik dan nog terug moet betalen. En zit je op dit moment al in de schulden? Ja, een paar duizend euro. Ja, ik heb al een keer een vakantie ervan betaald, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik ga volgend jaar ga ik een aantal maanden in New York wonen en werken. En dan ga ik dus wel maximaal lenen. En dan ja, ik denk dat ik aan het eind van het jaar wel meer dan 10.000 euro studieschuld heb. En als laatste staat, hoeveel geld heb je op dit moment op je rekening staan? Ja, het is 1 november, het is gisteren maand. Nou, het was gisteren 106 euro. En vandaag kwam het heel terug uit. Dus nu is het 70 cent. 70 cent, nou dat lijkt me een heel mooi einde voor dit live-verslag. Terug naar de studio. CCCC-nieuws. Het volgende item is gemaakt door Joka en Ron. Ieder jaar beginnen in oktober al de discussies over hoe de Pieten er weer uit gaan zien dit jaar. Dit speelt bij alle intochten door het hele land die Sinterklaas en Pieten in moeten huren om bij de intocht mee te lopen. Maar ook de organisaties achter de verschillende intochten in Nederland hebben moeite met de discussie. Waarschijnlijk word je er inmiddels wel gek van, de Pieten-discussie. Maar er is dit jaar weer iets nieuws. Bij de landelijke intocht, dit jaar in Apeldoorn, zijn alleen roetveegpieten te vinden. Vorig jaar waren we bij de landelijke intocht zowel roetveegpieten als zwarte pieten te vinden. De beslissing om alleen roetveegpieten mee te laten doen brengt heel wat ophef met zich mee. Zo zijn er al verschillende demonstraties aangekondigd van de voor- en tegenstanders. De inwoners van Apeldoorn hebben er verschillende meningen over. Roetveegpiet vind ik heel terecht dat hij er komt. Ik vind als je iets doet wat mensen kwetst en het is zo eenvoudig om dat te laten, dan moet je dat vooral doen. Ik vind dat gewoon Zwarte Piet moet blijven. Ja, ik ben er mee eens. Ja, zo was het vanaf het begin. En als je dat nu ineens gaat veranderen, vind ik een beetje onzin. De Stentor heeft onderzoek gedaan naar de vraag naar Zwarte Pieten bij Sinterklaasverhuurbedrijven. Daaruit bleek dat Zwarte Piet duidelijk populairder is dan zijn roetveegcollega. Bij Stichting Evenementen Elden uit regio Arnhem is er binnen het bedrijf veel onrust. De stichting organiseert de Sinterklaasintocht in Elden, maar het is nog onbekend of daar zwarte of roetveegpieten meelopen. Wat ze ook beslissen, ze zullen wel eerst een nieuwe Sint moeten vinden. Hun eigen Sint is opgestapt omdat hij zijn eigen mening niet wil opdringen aan de families. Ook is hij bang dat hij lastig gevallen zal worden door tegenstanders. Of hij nou met Zwarte Pieten of Roetveegpieten langskomt. Dat Roetveegpieten met de Sint meekomen is niet het enige wat anders is dan andere jaren. Dit jaar komt Sinterklaas niet aan met zijn vertrouwde stoomboot, maar met de stoomtrein. Zoals jullie wellicht weten is de Sinterklaasintocht dit jaar in Apeldoorn. Sinterklaas komt helaas niet aan met zijn welbekende stoomboot, maar met de stoomtrein. De afgelopen jaren is Sinterklaas jaarlijks met de stoomboot aan land gekomen via een rivier of via de kust. Apeldoorn heeft helaas geen rivier of geen kust, alleen een kanaal. Vandaar dat Sinterklaas met de trein aankomt. Ik ben de straat opgegaan in Apeldoorn en ik heb mensen gevraagd wat ze ervan vonden dat Sinterklaas aankomt met de trein in plaats van met de boot. Veel Apeldoorners vonden het erg modern en erg nieuw, zoals deze oudere mevrouw. Ja, dat vind ik heel goed, modern, want ja, we moeten met de tijd mee, hè. En ik vind het, ja, we waren altijd gewend met de stoomtrein en met de boten en dat waren we ook met versies gewoon. Maar we hebben hier een hele leuke stoomtrein in Apeldoorn. En vroeger was er ook al, kon je Sinterklaas ontmoeten, zelfs met een pannenkoekenetentje of zo met je kleinkinderen. Dus ik vind het leuk. Deze mevrouw is niet de enige die erg onder de indruk was van de stoomtrein. De meeste mensen vinden het erg modern en goed van de Nederlanders om een oude traditie aan te passen. Op 16 november gaan we zien of de stoomtrein erg in de smaak valt in Nederland. CCCC-nieuws. Nou, veel veranderingen rond het jaarlijkse kinderfeest. Zeker. Ik vind het zelf eigenlijk wel leuk dat het een keertje anders wordt gedaan. Ja, ik vind het ook wel leuk. Wel een keertje afwisseling, toch? Ja, toch? Ja. Een keer wat anders dan die stoomboot. Ja, elk jaar weer. Nou, we gaan ook nog iets heel anders doen vandaag. Ja. Want, Femke, naast radio maken kan jij ook heel veel andere dingen. Nou ja, heel veel. Ja, ik maak wel eens muziek. Ja, en muziek is een van die dingen. Ik zou dan ook graag naar een liedje van jou willen luisteren. Ja, hartstikke leuk. Laten we het doen. Thank you.
Ja, en ik ben niet de enige die muziek maakt natuurlijk. We hebben een hele bekende zanger in Nederland. Dat is natuurlijk Duncan Lawrence. En dankzij deze Duncan Lawrence komt het Songfestival volgend jaar naar Nederland. En niet zomaar naar Nederland, het komt naar Rotterdam. Hoe bereidt de stad zich voor op het evenement? Wat denken de fans? En wie moet het presenteren? Marit, Romy en Lynn zochten het uit. In 1975 won Nederland voor het laatst het Eurovisie Songfestival. Maar dat veranderde in 2019. Duncan Lawrence behaalde vele 12 points en nam de winst mee naar Nederland. Volgend jaar wordt het dan ook gehouden in Rotterdam. Hoe bereidt Rotterdam zich voor? Wij spraken Kim Heijnen van Rotterdam Partners. Zij werken mee met het promoten van het Eurosongfestival. Het is een van de grootste evenementen die je als stad kan hosten. Een enorme hoeveelheid organisatie bij kijken. Er zijn een heleboel dingen die nu lopen. Bijvoorbeeld afspraken maken met de hotels, om ervoor te zorgen dat ook alle crews terecht kunnen. Dus er lopen op het moment een heleboel overleggen over en weer. En er zijn dus een heleboel stakeholders gemoeid bij het organiseren van een soepel evenement, waarbij we Rotterdam op zijn best laten zien. Ik kan je voorstellen dat, omdat het zo'n groot evenement is, en de hele wereld, of in ieder geval heel Europa, kijkt naar je. Als je dat goed doet, dan geef je een enorm visitekaartje af. Ook de OGAE, de Nederlandse Songfestival Fanclub, is er klaar voor. Zij verheugen zich op hun favoriete zangspektakel. De fanclub staat nauw in contact met de NPO en Avrotros en hoort bij de internationale vereniging. Zij organiseren ook vele evenementen na aanloop van het Songfestival. Ja, het komende half jaar wordt voor ons erg druk. Terwijl we eigenlijk natuurlijk een hele enthousiaste, goed bedoelende vrijwilligersclub zijn. Dus dat moet allemaal nog bij onze werkzaamheden. Maar goed, hebben we er nog steeds zin in. Het thema Open Up is inmiddels ook bekend. Hoe denkt de fanclub hierover? Ja, vinden we prima. We vinden het denk aansluiten bij wat we hier in Nederland willen uitdragen. Hè, een soort van tolerantie en openstaan voor, wat dan ook. Andere culturen, andere muziek, andere mensen, andere meningen. Dat sluit prima aan. Dus we kunnen ons daar heel goed in vinden. En dan hebben we natuurlijk nog ook een belangrijk deel van het Songfestival. En dat is de presentatie. Wie zien jullie het graag doen? Ik weet dat de organisatie erg is gebrand op op mensen vanuit de publieke omroep. Dus geen presentatoren of presentatrices uit de commerciële hoek. En dat is op zich jammer, want ik denk, dat beperk je jezelf misschien wel mee.
Want daar vind ik best wel dat daar nog wel goede mensen in zitten. Ik vind Chantal Jansen vind ik bijvoorbeeld heel erg geschikt. Ik heb dat namen gezien vanuit de publieke omroep zoals Wilfried Baaiens en Rick van der Westerlaken. Hè. Dat zijn toch, ja, laten we zeggen, mannen met ook een beetje een journalistieke zwaarte. Waarvan ik denk, van, nou, die zouden dat heel goed kunnen. Maar is iedereen wel zo blij dat het Eurosongfestival naar Nederland komt? We vroegen het de inwoners van Zwolle. Mevrouw, wat vindt u ervan dat het Songfestival volgend jaar naar Nederland komt? Prima, gezellig. Het is natuurlijk niet in Zwolle, dat was nog beter geweest, maar ik vind het prima hoor. Komt dat naar Nederland dan? Dat wist je niet. Dat wist ik helemaal niet. Nou, ik vind het erg leuk. Ik wil er zelf naartoe, maar ja, het zal wel heel druk worden, dus ik heb er wel zin in. En wat vindt u dan van het thema Open Up? Open Up, ja, daar kun je alle kanten mee op, denk ik. Ik denk dat de muzikanten zich daar niet zoveel van aantrekken. Dat ze altijd wel een associatie hebben met zo'n thema. Heeft het Songfestival thema's? Ik wist dat niet. Ik dacht, oh, het is gewoon zingen. Leuk, denk ik. Ik weet niet, ik wist niet dat het thema's waren. Dus ja, nou, leuk thema. Ik vind het een beetje vaag. Je kan er alles aan ophangen, denk ik. Ik heb er helemaal geen idee over, joh. Ik weet helemaal niet wat het is. Ja, openstellen, openstaan, zoiets. Nou, het is wel weer in het Engels, ja. Maar je kunt er alle kanten mee op. Ik vond het wel een leuk filmpje op tv, heb ik wel gezien, ja. Ja. En wie vindt u dat het moet presenteren aankomend jaar? Nou, ik zou zeggen die Conrad Maas. Die heeft er al zoveel aan gedaan. Samen met die Jan Smit misschien of zo. Dat lijkt me wel wat. Nou, dat moet je niet aan mij vragen, dat weet ik echt niet. Dat maakt mij niet zoveel uit. Ik kijk het zelf eigenlijk ook niet eens, dus. Chantal Jansen. Ja. Die mag van mij presenteren, ja. Wie het uiteindelijk gaat presenteren, dat zien we binnenkort. Tot die tijd zouden we het moeten afwachten. Het programma Chateau Meiland. Wie kent het niet? Koen en Sabine praten in de podcast over Chateau Meiland. De hele podcast is te beluisteren op onze nieuwssite Nieuwsnet. Mening, Chateau Meiland, wat vinden jullie ervan? Een overhyped programma. Ja, het is gewoon zo overhyped gewoon. Ik vind het wel een leuk programma om naar te kijken. Ook al heb ik net de 1 aflevering gekeken voor het eerst. Maar overhyped, hoezo? Nou, omdat er zijn nu 2 seizoenen van op tv gekomen. En volgens mij is het alleen maar bekend geworden door wijnen. En dan vindt het ook nog de televisiering. Ja, dat vind je niet... Nou, dat vind ik niet. Ik vind wel dat iedereen echt super veel fan is van Martien. Iedereen is Martien, maar niemand boeit eigenlijk de rest. CCC-nieuws. Ja, vanaf 2020 zullen de verpakkingen van de Always menstruatieproducten genderneutraal worden. Merle heeft hier onderzoek naar gedaan. Procter & Gamble, de producent van de Always-producten, wil hiermee bereiken dat niemand van de grote diversiteit mensen zich beledigd hoeft te voelen door hoe hun verpakkingen eruit zien. P&G, de producent van Always, heeft besloten om hun menstruatieproducten genderneutraal te maken. Zij houden zich voortdurend bezig met de behoeften van de consumenten en proberen hun producten zo goed mogelijk hieraan aan te passen. De verandering van een van hun producten, het maandverband, houdt in dat er geen venensteken meer op zou staan. Lieke Jentink, 18 jaar, is het hiermee eens. Ik vind het wel goed dat vrouwelijke woorden en symbolen ervan af worden gehaald. Want voor sommige mensen kan dit gewoon vervelend en confronterend zijn. En dat is gewoon niet nodig. En waarom zouden we dat niet veranderen als dat voor hen fijner is? Want door het veranderen is voor niemand zeg maar vervelend. En het zou houden wel, dus ja, waarom niet? Toch zijn ook mensen die in tegenstelling tot Lieke het er niet mee eens zijn. Ik vind het eigenlijk onzin, omdat mensen gebouwd worden in 2 soorten, namelijk met en zonder vagina. En degene die geen vagina hebben, dat is alles wat geen vrouw is, die zijn niet ongesteld en hebben dus geen maandverband nodig. Het lijkt me daarom volstrekte nonsens dat er genderneutrale verpakkingen komen, want transgenders en andere mensen die zich laten verbouwen hebben geen enkele behoefte aan maandverband bij gebrek aan ongesteldheid. De mening over de verandering variëren dus. Nieuwe verpakkingen zullen rond januari 2020 te vinden zijn in de schappen van de winkels. Ja, genderneutraal maandverband, wat vind jij ervan? Nou ja, ik dacht in het begin, dat is heel raar, want mannen die hebben toch helemaal geen maandverband nodig. Maar het is natuurlijk bij mannen die zich van binnen een vrouw voelen. Of andersom, is dat natuurlijk heel logisch.
Niet helemaal andersom, denk nee, ik. Nee, maar ja. je snapt wat ik bedoel. Ja, ik begrijp hem zeker. Ja, ik vind het wel fijn. Ja, toch? Nee, niemand moet achtergesteld worden. Dus dit is de beste manier. Ja. Maar even wat anders. Anna heeft namelijk uitgevonden dat de NS heeft besloten geen vergoeding te betalen aan de Apeldoornse dwangarbeiders ter compensatie voor hun oorlogsleed. De NS deed het echter wel bij de Joden, Roma en Sinti. Heeft bekendgemaakt dat ex-dwangarbeiders uit Apeldoorn geen vergoeding krijgen als compensatie voor alles wat ze in de oorlog hebben doorstaan. Joden, Roma en Sinti werden met Nederlandse treinen naar vernietigings- en concentratiekampen vervoerd. Die kregen dus wel een vergoeding. De NS liet echter na de spoorwegstaking op 17 september 1944 geen treinen meer rijden. Het vervoer werd door de bezetter toen zelf uitgevoerd. Een anonieme medewerker van de NS zei het volgende. Ik vind dat de huidige NS niet aansprakelijk kan worden gesteld voor daden die in de jaren 40-45 zijn gepleegd door de toenmalige NS. De groep van 850 Apeldoornse dwangarbeiders werden op 2 december vervoerd. Dat was dus na de staking. Volgende week is de Mercurius-overgang. Zo'n Mercurius-overgang is zeldzaam en niet met het blote oog te zien. En Hanna vertelt wat dit allemaal nou eigenlijk inhoudt. Aanstaande maandag 11 november zal er een Mercurius-overgang plaatsvinden. Dit houdt in dat de planeet Mercurius voor de zon langstrekt. De overgang duurt ongeveer 5 uur en zal overdag te zien zijn tussen 6:30 en 7:04. De overgang zal het beste waar te nemen zijn rond 4:50. De zon gaat in Nederland onder rond 5 uur. En wanneer de zon onder is, kan je de overgang niet meer waarnemen. Verwacht niet een heel spectaculair verschijnsel. Mercurius zal enkel als een klein stipje voor de zon te zien zijn. Een Mercurius-overgang is redelijk zeldzaam. 13 tot 14 keer per eeuw komt er eentje voor. Omdat zo'n overgang niet zo vaak te zien is, worden er voor deze gelegenheid op verschillende sterrenwachten activiteiten georganiseerd. Ook Sterrenwacht Phoenix in Lochem is 11 november voor het publiek geopend. Ik sprak met Jobien Kwartel, die vrijwilliger is bij Phoenix. De laatste Mercurius-overgang is zo'n 3 jaar geleden. Toen waren we ook open, dat mensen konden komen kijken. En bijvoorbeeld bij de Venus-overgang, die is nog veel zeldzamer, want die gebeurt maar 2 keer per eeuw. De laatste keer was in 2012, toen zijn we ook open geweest, dat ook mensen door de telescoop het konden bekijken. In de spookstad Pripyat bij Tsjernobyl is het al jaren heel normaal. Urban exploring. Verlaten panden opzoeken voor een adrenaline kick. In Tsjernobyl wordt het zelfs gezien als een toeristisch uitje. Maar om te urbexen hoef je niet helemaal naar Oekraïne. In Nederland zijn veel leegstaande panden te vinden. Maarten sprak met een urbexer. Ik zit hier naast Robin van den Berkt. Hij is 21 jaar oud en doet aan urbex. Robin, wat is urbex precies en sinds wanneer ben jij ermee bezig? Oké, urbex, dat is eigenlijk een afkorting voor urban exploration. En wat houdt het dan ook precies in? Urban exploration, dat staat eigenlijk voor verlaten plekken, gebouwen, locaties, maakt niet uit wat. Die je gaat bezoeken, ontdekken, fotograferen, filmen, wat dan ook. Sinds wanneer ik er zelf mee bezig ben, dat is denk ik alweer 5 jaar geleden ongeveer. Ik zat echt gewoon op YouTube rond te dwalen. Ik zag een video van een verlaten gebouw. Ik dacht van, wauw, daar wil ik ook heen. Dus toen ben ik in de buurt gaan opzoeken of er iets was. En nou ja, heb je wat gevonden, ga je erheen. Vind je het echt super dope. En zo ga je alleen maar meer zoeken. En kom je uiteindelijk in België en Duitsland en Italië. En dat is echt niet normaal. En wat vind je er zo leuk aan? Wat ik zelf zo vet vind aan urbex, dat is eigenlijk de adrenaline kick. Elke keer als je zo'n gebouw betreedt, dan krijg je weer die kick van ja, je weet maar nooit wat daar zit. Of als er misschien beveiliging is, camera's. Ik ben zelf ook een beetje geïnteresseerd in het paranormale. Dus je weet echt maar nooit wat je kan verwachten. En toch de adrenaline kick en ja, gewoon dat het allemaal zo vervallen is. Het is eigenlijk gewoon stil gaan staan in de tijd. En dat vind ik echt super dope om dat allemaal te zien. En naar wat voor gebouwen ga je dan precies toe? En waar staan deze? Oké, nou je hebt eigenlijk allemaal soorten gebouwen. Echt zoveel als je maar kan bedenken. Bijvoorbeeld ziekenhuizen, sanatoriums, kerken, universiteiten, gewoon scholen, villa's, huizen. Echt alles wat je maar kan bedenken. En als ik zelf dan ook naar deze plekken wil, dan ga ik vooral naar België toe. En België staat natuurlijk namelijk echt vol met gebouwen. Als ik ga urbexen, dan probeer ik wel de plekken te zoeken waar nog echt iets te zien is. Misschien nog
Nou ja, als je naar Villa gaat, misschien nog personal belongings van de oude eigenaren, zeg maar. Gewoon dat er nog wat te zien is, wat er misschien vroeger is gebeurd, wat de functie was van het gebouw. Dat vind ik altijd super vet om te zien. En natuurlijk dat de natuur gewoon overneemt. Dat is altijd vet dope. Is het eigenlijk verboden om te urbexen? Is het verboden? Ja, zeker is het verboden. Het wordt namelijk gewoon gezien als inbraak. Ja, het klinkt misschien heftiger dan dat het is, want het is natuurlijk een verlaten gebouw. Maar natuurlijk heeft hij ook gewoon nog een eigenaar. Ja, vaak is het gewoon privéterrein. Soms hangen de camera's, is de politie alert op zo'n locatie. Dus ja, het is verboden. En zelf ben ik dan ook eigenlijk nog nooit gepakt, wel bijna. Ik heb een keer politie naast zo'n locatie zien staan en er is een keer bij de politie gebeld voor ons. Maar ja, we lopen daar toch met camera's rond. En als ze dat zien, dan denk ik toch dat ze niet echt denken dat er wat aan de hand is. Hoop ik dan. Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt, maar misschien gebeurt het nog een keer. Tegenwoordig zie je dat urbexing steeds populairder wordt, zoals bij Chernobyl bijvoorbeeld. Wat vind je daar eigenlijk van? Wat vind ik daarvan? Nou ja, urbex natuurlijk al 5 jaar ongeveer. Toen ik begon was het echt nog niet zo populair, vergeleken met nu. Nu zijn natuurlijk allemaal mensen die maken video's op YouTube en zo verspreidt de populariteit zeg maar alleen maar verder en verder en verder. Maar ja, wat ik ervan vind dat het zo populair wordt is eigenlijk wel jammer. Want natuurlijk de echte urbexers die ook echt voor fotografie en dat soort dingen heen gaan, die nemen natuurlijk rustig de tijd om alles te bekijken. Alles goed in beeld te brengen. En dan heb je natuurlijk van die jongens die er gewoon heen gaan voor de lol met hun vrienden. Soms gaan ze indrinken daar, dat soort dingen. Dus ik vind het aan de ene kant wel jammer. Natuurlijk aan de andere kant ook weer super vet. Omdat ja, natuurlijk komt er natuurlijk wel meer informatie vrij. Maar ja, over het algemeen is het op zich wel een beetje jammer. Maar je doet er niks aan. CCCC-nieuws. Nou, dankjewel Maarten. En ik moet zelf eigenlijk ook zeggen dat ik het... dat urbex ook heel vet vindt. Ik vind het zelf ook altijd leuk om naar verlaten gebouwen te gaan. En dat geeft me een heel apocalyptisch gevoel. En, ben jij ook een urbexer? Nou ja, ik zou mezelf niet echt een urbexer noemen. Maar zo af en toe, als er ergens een leuk verlaten gebouw is, dan ga ik er graag heen, ja. Dat is toch best wel stoer, denk ik. Ik ben ook heel stoer. Snel door. In de studio is inmiddels aangeschoven Daphne Kroondijk. Daphne, Hi. Jij hebt een column geschreven. Ja, dat klopt. Ja. Ja, vertel er eens iets over. Nou, ik ben afgelopen 10 oktober ben ik naar The Book of Mormon gegaan met mijn moeder. Dat is een Broadway musical die Carré naar Nederland heeft gehaald. Onder het mom van Broadway aan de Amstel. En dat was wel echt heel erg leuk. En ik heb mijn ervaringen in een column geschreven. Oké, leuk. Wil je nog wat delen even snel over die ervaringen? Of... Nou ja, alles was uitverkocht. Het was echt, het was echt geweldig. En er zijn wel een paar grappige dingen gebeurd tijdens de musical. Oké. Okay. Dat is wel, dat heb ik dus in mijn column geschreven. Nou, ja. Voor meer informatie, lees de column. Ik ga hem zelf ook lezen. Ja? Ja. Zeker. Ja, we gaan eventjes goed luisteren, denk ik. Ja, het leek wel surrealistisch toen we naar buiten liepen. Nagenietend van de musical die net was afgelopen. Een paar nette, opgeschoren, gladde jasje-dasje figuren begroeten ons. Alsof de musical doorging, bedacht ik me nog. De musical vibes vielen van me af toen mijn moeder me aan mijn jas wegtrok. Dit was de real deal, vertelde ze me nog. Een totaal andere wereld van wat we net binnen nog beleefd hadden. Daar stond vooral satire op de voorste rij te genieten van zijn bezoekers die hier en daar dan weer moesten lachen. Zouden die strakke mannen buiten de deuren weten dat het hier gaat om het belachelijk maken van hun geliefde Joseph Smith en zijn tweederangs geschreven boekje? Zouden ze de musical gezien hebben? Voordat ik deze vragen kon stellen, zaten mijn moeder en ik alweer in de metro op weg naar huis. The Book of Mormon, een van de titels die Carré naar Nederland heeft gehaald onder het mom Broadway aan de Amstel. Nog nooit heb ik een musical gezien die zo luchtig grappen kon maken over AIDS, armoede en derde wereldlanden. Hoe ze hier ooit 9 Tonys mee hebben gewonnen in een land zo conservatief als Amerika verbaast me nog steeds. Maar dit geeft dan wel weer aan hoe hoog het niveau in deze musical ligt. Wellicht 9 Tony Awards. En dat heb ik geweten. Het mannenensemble liet zien wat ze konden. Het acteren, woordgrappen, moderne musical, dans tot tap en klassiek. Hier hadden ze veel uren aan besteed. Het geliefde geloof van onze heilige der laatste dagen werd door de hellische vuren van Satan gehaald tijdens de Spooky Mormon Helldrome. Waar we met Hitler en Jeffrey Dahmer zongen op een dramatische rockoperette. Met natuurlijk Satan op de elektrische gitaar. Waar deze musical nou eigenlijk om gaat? 2 overenthousiaste mormonen worden op een missie gestuurd om zieltjes te winnen in Oeganda.
De plaatselijke bevolking zit hier nou niet echt op te wachten. Die hebben het al veel te druk. Met aids, honger en onderdrukking door een generaal die alle clitorissen er zo snel mogelijk af wil hebben. Het liefst gisteren al. Deze missie leidt dan tot een opstapeling van gekke gebeurtenissen en scènes. Wie zelf de humor en spitsvondigheid wil beleven, heeft pech. Want de musical was te zien in Amsterdam tot 27 oktober. Wie er nu nog heen wil, moet nu naar Keulen, waar de musical zich in november zou vestigen. Toch ben ik best tevreden dat de humor zoals dit in Nederland goed aanslaat. Elke avond was tot op het laatst volledig uitverkocht. Deze musical mag van mijn part wel vaker op de Nederlandse planken staan. Ik heb echt genoten. Nou, even applaus. Nou, wat super. Wat een fijne column, Daphne. Heel erg bedankt voor dit. En goed, daarmee zijn we aan het eind gekomen van de eerste uitzending. We zijn er volgende week weer met een nieuwe CNews Radio. Tot dan.